Dit is de Vaartlander Futuro ZX20 Sport. Een no-nonsense tender die wordt geïmporteerd door een aantal succesvolle ondernemers uit de autowereld met liefde voor de watersport. De kracht van deze aluminium gepoederkoten tender zit in het goede onderwaterschip samen met het weglaten van alle overbodige details. Alles is even strak vormgegeven en er is uitgegaan van zowel minimalistische lijnen als minimaal onderhoud. De Futuro is leverbaar met buitenboordmotoren tussen 15 en 115 pk. Er zijn twee uitvoeringen, de Lounge met de buitenboordmotor in een bun en deze Sport met de motor aan de spiegel. Op de testboot is gekozen voor een 3-cilinder 60 pk Suzuki. Het onderwaterschip maakt de boot uitstekend geschikt voor rustig varen in bijvoorbeeld natuurgebieden en grachten. De spiegel is open en dat benadrukt het stoere, no-nonsense karakter. Eenmaal op het open water kan het gas erop. Dan laat de Vaartlander zien dat de boot mooi planeert en uitstekend draait. Ook snijdt deze 20 voet Futuro dankzij een uitstekend onderwaterschip goed door de golven. De boot is makkelijk te varen en gedraagt zich als een kermisattractie. Helemaal veilig en toch spannend. De topsnelheid met deze motor is 45 km per uur, maar met de grootste motor is 70 km haalbaar. En ook op hoge snelheid luistert de boot uitstekend naar het stuur en voelt strak en veilig aan. De prijs van de Vaartlander met de kleinste motor komt uit rond de 33.000 euro. Een prijs die past bij een goed gebouwd, trendy model zonder overbodige poespas. Voor deze Futuro ZX20 Sport geldt zeker, less is more.